om een zo goed mogelijk kwalitatief hoogstaande schoen te krijgen, is het wel de bedoeling dat wij... Zo ontvangen tientallen meisjes tegenwoordig een opleiding tot schoenstikster. Want de Nederlandse schoenindustrie is na een teruggang van vele jaren weer op de goede weg. Toch staan we er zelden bij stil dat de koe de voornaamste grondstof levert voor de schoenindustrie. Koeienhuiden ondergaan in de looierijen een bijzondere behandeling. In grote vaten met chemicaliën worden de huiden gelooid, waardoor ze tot leer worden dat bestand is tegen droogte, vocht, koude en hitte. Het nog natte leer wordt ontdaan van het overtollige vocht en ondergaat vervolgens verschillende behandelingen voordat het in de verfmachines zijn definitieve kleur krijgt. Het leer wordt hierna nog met lak bespoten om het de gewenste glans en watervastheid te geven. En dan is het geschikt voor de schoenindustrie. Uit de grote vellen wordt allereerst het zogenaamde bovenwerk van de schoen gestanst. Bij de fabrikage gaat de schoen in wording letterlijk van hand tot hand. Hier heeft het bovenwerk zijn eerste voorlopige vorm gekregen. Elke fabriek beschikt over duizenden leesten die gebruikt worden bij de definitieve vormgeving van de schoen. Zo wordt het bovenwerk rondom de leest in zijn vorm getrokken. Intussen worden op een andere band de hakken aangevoerd, waaraan met lijm de zolen worden bevestigd. Hoe modern de machines ook zijn, ze moeten in deze industrie in ieder geval door vakmensen bediend worden. Vandaar de opleiding die we zagen. Nu worden onder- en bovenwerk tot één geheel samengevoegd. Als dan de schoen van de leest is afgehaald, vindt de paring plaats. Nu nog even het inlegzooltje erin en dan zijn de paren klaar voor verzending. Al krijgen ze nog wel even een laatste glansbehandeling. Handwerk. 1000 paar schoenen per dag. De Nederlandse schoenindustrie werkt nauw samen met het Centrum voor Schoentechniek van TNO. Waar niet alleen de duurzaamheid van schoenen getest wordt, maar waar ook bepaalde vormen voor nieuwe modellen ontwikkeld worden. Met een speciale meetapparatuur wordt via tevoren aangebrachte meetpunten de vorm van de voet afgetast, waarna de verkregen gegevens in een computer worden gevoerd. Op basis van de uitkomsten van de metingen kunnen dan voor de onderzochte voet de ideale vorm van leest en schoen worden aangegeven. Alle moeite om goede schoenen te maken vindt tegenwoordig in meer en meer schoenwinkels een vervolg. Vooral voor wat betreft de kinderschoenen. Steeds meer zaken hebben namelijk speciale meetapparatuur aangeschaft om niet alleen de lengte van de kindervoet te meten, maar vooral ook de breedte. Zo wordt voorkomen dat er in de belangrijke groeijaren misvormingen optreden. Er zijn dan ook wel 6 breedtematen waarin kinderschoenen gemaakt worden. De Nederlandse schoenindustrie leeft weer op. Momenteel werken er zo'n 6000 mensen bij de verschillende fabrieken, waarvan de meeste nog altijd in Noord-Brabant gevestigd zijn. Het is een industrie met nieuwe vooruitzichten. En dat is in deze moeilijke tijd een verheugend verschijnsel.